Vandaag ga ik jullie een heleboel van mijn favoriete dierproefvrije producten laten zien. Het is een van de beste droogshampoos die ik ooit heb geprobeerd. Maar ik denk dat ik mijn nieuwe favoriete highlighter heb gevonden. Ik draag hem vandaag ook. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik jullie een heleboel van mijn favoriete dierproefvrije producten laten zien van dit moment. Het zijn er nogal wat, want ik wilde ook niet dingen dan weglaten omdat het anders te veel zou zijn. Ik heb favorieten in allerlei categorieën, van make-up tot haar tot skincare. En ja, ik ga er gewoon snel doorheen, maar wel proberen de juiste informatie te geven. Let's get started! Als je er zin in hebt, geef de video alvast even een duimpje omhoog. En mocht je trouwens nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral ook eventjes. Als je graag naar mijn video's kijkt, daar zou je mij heel erg mee helpen. Mijn eerste favoriet is dit product van Bare Minerals. Het is de Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Het is de laatste tijd natuurlijk best wel warm geweest. En ik vind het dan niet fijn om een hele lage foundation en concealer etc. te dragen. En ik kies in de zomer dus vaak voor een tinted moisturizer. En deze van Bare Minerals vind ik heel erg fijn omdat hij SPF 30 bevat. Dus er zit ook nog eens sunscreen in. Hij ziet er niet uit als een foundation. Hij voelt ook niet als een foundation. Het is echt een heel licht laagje met een tintje erin, waardoor je gewoon net ietsje egaler eruit ziet. Ik draag hem vandaag ook en ja, ik vind hem echt fantastisch. Ik heb hem in de kleur vanilla en dat is op dit moment voor mij een beetje te licht, maar alsnog gebruik ik hem eigenlijk ja, zo goed als elke dag. En met een beetje cream bronzer kan je dat ook gewoon heel erg prima corrigeren. Dus ja, dit is echt een grote favoriet van me geweest gedurende de zomer. Dan heb ik hier ook twee skincare producten die ik op dit moment heel erg graag gebruik. Ze zijn van Dermalogica. Daar heb ik een tijdje terug een heleboel producten van ontvangen om te testen. Dus dat ben ik ook lekker aan het doen. Ik moet zeggen dat ik niet alle producten even goed vind. Maar deze twee vind ik echt fantastisch so far in ieder geval. Ik gebruik ze nu ongeveer een maandje. Allereerst de Skin Hydrating Booster. Dit is een serum en ik gebruik dit serum als ik mijn gezicht heb gereinigd, mijn toner heb aangebracht. Dan breng ik dus dit serum aan. Dat is het eerste wat echt op mijn gezicht gaat, als in wat in moet trekken. En in dit specifieke serum zit onder andere hyaluronzuur, er zit algenextract in en glycolipide. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat zijn eigenlijk allemaal ingrediënten die de huid helpen als je van jezelf een vrij droge huid hebt. Als je soms ook van die droogtebultjes kunt krijgen en fijne lijntjes hebt en zo. Dan is dit echt een serum dat heel erg geschikt voor jou zou kunnen zijn. En die gebruik ik dus in combinatie met dit product van Dermalogica. Dit is de Phyto Replenish Oil. En daar breng ik dan 4 druppeltjes van aan. En dat druk ik in mijn gezicht. Dus ik probeer niet te wrijven, maar het echt in de huid te duwen. Ook tegen huidveroudering en zo, maar ook zodat de huid het beter opneemt. En deze olie is niet vettig en daarom vind ik hem dus heel erg fijn. Je hebt soms echt van die oliën die maar op de huid blijven liggen. Dat is met deze dus niet het geval. Het is echt een lichtgewicht olie. En ik merk dat hoe ouder ik word, hoe meer van die hele kleine soort van bultjes ik krijg. Dat heeft te maken met huidveroudering, maar ook met de weersomstandigheden bijvoorbeeld. En mijn poriën worden weer wat groter en ja, mijn huidtextuur, ondanks dat ik niet echt oneffenheden heb als in puistjes, maar mijn huidtextuur zelf wordt gewoon ietsje minder smooth, ietsje bobbeliger. En daar werken deze twee producten dus heel erg goed voor. Ik merk dat sinds ik deze gebruik, ongeveer een maandje dus, dat mijn huid wel echt ja, net wat gladder lijkt te zijn. En dan heb ik het dus nogmaals niet zozeer over oneffenheden, maar meer over de echte structuur van mijn huid zelf. Ik heb toch echt wel wat minder last van die bobbeltjes, zoals ik het zelf altijd noem. Dus ja, ik ben hier echt heel erg enthousiast over. Hele fijne producten. Dan heb ik ook een aantal producten van het merk Comme Deux. Dit is een Deens merk en het is gevestigd in Kopenhagen. En ik vind dit echt een heel leuk en fijn merk. Ze hebben me een tijdje terug een heleboel producten opgestuurd. En die ben ik ook lekker allemaal aan het testen. Zowel skincare producten als make-up producten. En inmiddels kan ik wel al een beetje zeggen wat mijn favorieten nou eigenlijk zijn. En naar welke producten ik eigenlijk het meest grijp. Dus die ga ik jullie vandaag laten zien. Ook dit merk is trouwens dierproefvrij. En ik vind de skincare van Comme Deux vooral heel erg fijn. Omdat ze echt proberen om de formules zo basic mogelijk te houden. In de zin van geen onnodige chemische ingrediënten en dergelijke. Een grote skincare favoriet van mij, en die kwam ook heel erg goed van pas met die super hete dagen die we vorige week en zo hadden, is de Face Mist. The Spritz heet die. Dit is de Refreshing Skin Hydrator. En ik vind dit trouwens echt heel erg grappig, maar het is dus een spray. Maar het lijkt net, als je het zo ziet, alsof het een tube is met een crème of zo. Maar nee, er zit echt een sprayknop op. Dit is zo fijn voor als het warm is. Het Het is echt even een verkoelend momentje. En wat ik dus heel erg fijn vind is dat er geen parfum in zit. Dus het is niet een sterke citrusgeur of zo. Het ruikt gewoon eigenlijk naar niks. Gewoon alsof je water op je gezicht spreekt. Zo voelt het ook. Heerlijk lekker verkoelend. Maar er zitten dus wel hele fijne ingrediënten in. Dus het is niet echt letterlijk alsof je water op je gezicht spreekt wat verder niks doet. Er zitten ook nog tegelijkertijd verzorgende ingrediënten in. En dat hij dan ook nog eens geen geur bevat vind ik echt fantastisch. Dan gaan we verder met deze highlighter. Echt jongens, geloof het of niet, maar ik denk dat ik mijn nieuwe favoriete highlighter heb gevonden. Ik draag hem vandaag ook. Kijk nou hoe mooi die is. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel een beetje glanzend en zweterig van het warme weer. Maar dit is echt de highlighter die je ziet hier. Hij is zo mooi. Het is echt een soort wet look. Daar hou ik heel erg van. Hij heet #Flash. En ik vind hem echt prachtig qua kleur. Je zou denken van, oeh, is die niet wat te roze? Maar zoals je ziet, eenmaal op de huid is die dus niet echt cool roze. Maar meer, ja, er zit wel een roze touch in. Maar dan ook met zo'n hele mooie gouden gloed eroverheen. En goud is natuurlijk weer wat warmer van kleur. Dus vandaar dat de highlighter zelf niet heel erg cool is. Ik vind het echt onwijs mooi, deze highlighter. Ik draag hem ook in de binnenste ooghoek trouwens. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar is die ook echt super super mooi voor. En waarom ik deze nou in het bijzonder zo fantastisch vind, is omdat hij niet op de huid ligt, maar hij lijkt echt samen te smelten met de huid. En dat vind ik heel belangrijk bij highlighter, dat het niet chalky is of dat je het overduidelijk echt zo'n streep ziet zitten of zo, maar hij is zo mooi in de huid te werken. En dan ook nog eens zo mooi die wet look glans. Ja, dit is echt de highlighter voor mij. En ik heb ook nog een andere grote favoriet die ik de afgelopen dagen heel erg veel heb gedragen. En dat is deze Lip Sync in de kleur Peach. Ik heb ook andere kleuren ervan, maar ja, mijn favoriet is toch wel echt de perse kleurige. Ik draag hem vandaag ook en zoals je ziet is het eigenlijk een transparante lipgloss, maar dan met een heel subtiel perzik tintje erin. En dat vind ik echt fantastisch, want ik hou van perzik make-up producten. En ook dit product is niet sterk geparfumeerd of zo. Het ruikt eigenlijk gewoon naar niks. En ik vind dat heel erg fijn, wat ik al nu een paar keer heb gezegd. Maar ook de formule hiervan is top, want het is niet een dikke plakkerige gloss. Maar hij is ook niet zo waterig dun dat hij er na 15 minuten weer van af is. Voor mij is dit echt de perfecte formule. Er zit geen shimmer in of zo, dus het is echt een heel natuurlijke lipgloss. Bijna transparant, maar dan net eventjes met een vleugje peach. En ja, ik vind dit een heel fijn product. Mocht je nou wat meer willen weten over Comme Deux, want ik kan me voorstellen dat jij het misschien ook nog niet kent. En benieuwd zijn naar wat ze verder nog allemaal in het assortiment hebben. Dan kun je eventjes klikken op het linkje in de beschrijving. En mocht je iets willen aanschaffen, ik heb ook een kortingscode voor jullie. Ook die staat in de beschrijving en daarmee kun je lekker gaan shoppen. En bedankt Comme Deux voor het sponsoren van deze video. Gaan we nu verder met het volgende favoriete product. Dat is namelijk een product voor het haar. En wel een droog shampoo. Dit is van Kevin Murphy. De Fresh Hair Dry Shampoo Spray. Ik heb hier ook een review over geschreven op mijn blog. Ik had nog geen ervaring met het merk Kevin Murphy. Maar ik vind deze droog shampoo heel erg fijn. Hij ruikt heel erg lekker. Dat vind ik in haarproducten dan weer wel fijn. Maar ik vind vooral het effect van deze droog shampoo echt fantastisch. Het is een van de beste droog shampoos die ik ooit heb geprobeerd. Hij laat namelijk geen witte waas achter. Tenminste als je hem goed gebruikt niet. Dus dat wil zeggen niet te dichtbij en ook vooral niet te veel. Ik spray hem van ongeveer 15 centimeter afstand op de scheidingen in mijn haar. En dan laat ik het heel eventjes 2 minuten intrekken. En dan woel ik er doorheen met mijn handen. En dan, ja, het is gewoon net alsof je net je haar hebt gewassen. Het is zo'n goede droog shampoo. Hij heet natuurlijk niet voor niets Fresh Hair. En doordat hij dus vrij licht en luchtig is qua formule, maakt hij ook je haar niet zo snel vet. Want dat heb ik wel vaak met droog shampoos. Dat als ik dan één dagje droog shampoo heb gebruikt, dat ik het de volgende dag echt moet wassen. Nou, dat hoeft bij deze niet. Dus ik gebruik deze ook heel erg graag als volumeproduct. Dus eigenlijk als een stylingproduct. Hij is wel prijzig, dat zeg ik erbij. Maar ja, wat ik al zeg, het is wel ook echt een van de betere droogshampoos die ik heb geprobeerd. Dan gaan we door met mascara. En dit is wel een grappig feitje, want ik haat waterproof mascara. Maar de afgelopen tijd had ik het echt nodig als een malle. Want alles wat ik droeg kwam er gewoon na een half uur of zo weer af. Als in dat het helemaal geen vlekken onder mijn ogen, boven mijn ogen. Vanwege die super hete temperaturen natuurlijk. Dus ik dacht, ja, ik heb nu echt een waterproof mascara nodig. Want niets is hier tegen bestand. En ik had deze nog liggen, want die heb ik laatst gereviewd in een grote mega review op mijn blog. En dit is de Avril Le mascara waterproof. Dit is een biologisch product. Alle producten van Avril of Avril zijn biologisch en ook dierproefvrij dus. Ja, ik moest er eventjes aan wennen. De eerste 2 keren dat ik hem gebruikte was ik niet helemaal fan. Maar inmiddels is dit gewoon mijn dagelijkse mascara. Ik heb hem vandaag ook op en het is gewoon echt een geweldig product eigenlijk. Hij maakt mijn wimpers langer, voller, maar zonder een super dramatisch effect. Als ik 1 laagje draag, dan ziet het er echt prachtig natuurlijk uit. En als ik 2 laagjes draag, is het net ietsje, ja, voller en meer zichtbaar, zeg maar. Ja, ik ben deze eigenlijk gewoon gaan gebruiken omdat ik hem nodig had, omdat hij waterproof is. Maar ik vind hem serieus echt heel erg fijn. En ik haat waterproof mascara normaal gesproken dus, omdat het je wimpers zo super droog maakt en omdat je zo hard moet boenen om het eraf te krijgen. Nou, dat is bij deze dus helemaal niet. Ik maak mijn wattenschijfje nat met warm water. Dan doe ik er mijn make-up reinigingsolie op en dan laat ik het heel eventjes liggen op mijn wimpers. En tada! Dan is eigenlijk het grootste gedeelte er al af na 30 seconden wachten of zo. En dan wrijf ik zachtjes heen en weer en dan verwijder ik de rest ervan. Dus ja, ik ben hier echt groot fan van. En als ik het goed heb zijn deze ook heel erg betaalbaar, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nou ja, alles staat gelinkt in de beschrijving zoals altijd. Een andere favoriete mascara, en deze heb ik gebruikt voordat het 30 plus graden werd. Dit is van 100% Pure en dit is de Fruit Pigmented Mascara. Zo onwijs goed is deze. Er zitten zwarte thee-extracten in. Is voor mij niet echt nodig, maar nou ja, leuk om even te benoemen, denk ik. Zo ziet het borsteltje eruit trouwens. Deze mascara maakt mijn wimpers echt zo fantastisch mooi. Echt, als je een dramatisch effect wil, dan is dit echt een goede voor je. Je kan hem ook subtiel aanbrengen, maar eigenlijk is dit een mascara die heel erg graag heel erg veel wil doen met je wimpers. Lang, vol, zwart. Intens, gewoon super mooi gescheiden. Daarom vind ik hem ook zo fijn. Deze is dan wel weer wat prijziger, maar ja, hij is wel dierproefvrij en het is best wel lastig om echt een goede dierproefvrije mascara te vinden. Dus deze zou ik ook zeker opnieuw kopen. Dan een skincare product dat ik heel erg graag gebruik op het moment. Dit is van Sand & Sky, de Australian Emu Apple Enzyme Powder Polish. Ik liet deze ook al zien in een unboxing de laatste keer. En toen heb ik hem ook op mijn hand geprobeerd. Nou, daarna heb ik hem natuurlijk ook op mijn gezicht geprobeerd en ben ik hem eigenlijk gaan testen. En ik kan je vertellen, dit spul werkt echt fantastisch als, ja, noem het maar scrub. Maar het is eigenlijk zo mild dat je het niet eens echt een scrub zou kunnen noemen. Het is inderdaad meer een polish, zoals het product al zegt. Je polijst er echt serieus je huid mee. Dus dat wil zeggen dat je huid er super mooi zacht en glad van wordt. Het haalt net eventjes dat bovenste, iets wat droge, ja, verharde huidlaagje eraf door weer en wind enzovoort. Nou ja, wind niet echt helaas de laatste tijd, maar jullie snappen wat ik bedoel. En daaronder heb je dan gewoon een heel fris nieuw babyhuidje. Het is dus een poeder. Ik vind trouwens de verpakking ook heel erg handig. Je doet het poeder dus in je hand en dan doe je daar een heel klein beetje water bij. En dat masseer je dan eventjes zo in de handen. En dan breng het aan op een vochtig gezicht. Dat vind ik het fijnst. Niet zeiknat, maar vochtig. En dan masseer je het in ronddraaiende bewegingen in op de huid voor ongeveer een minuutje of zo. Dan spoel je het weer af en dan voel je echt meteen dat je huid echt zoveel gladder is zonder dat het uitgedroogd is. En ik doe dit nu ongeveer 2 à 3 keer per week. En ja, samen met die producten van Dermalogica waar ik het eerder al over had, is mijn huid echt heel mooi opgeknapt voor mijn gevoel. Dus ik blijf deze zeker gebruiken. Dan, de volgende favoriet is van The Body Shop. En dit is een hair and body mist. Ik heb er een aantal van ontvangen en ik vind ze allemaal lekker ruiken. Maar dit is echt mijn specifieke favoriet, die ik dus sinds ik hem heb elke dag gebruik. Het is de apricot en agave geur. Ik vind niet per se dat hij naar abrikoos en agave ruikt. Want hij heeft ook een beetje iets vanille-achtigs erin, vind ik. En ik denk dat dat hem voor mij zo lekker maakt. Dus een beetje fruitig, maar dan ook met vanille. En vooral niet te zoet, want daar hou ik dan ook weer niet van. En deze kun je gewoon heel makkelijk zo eventjes bij wijze van parfum sprayen. En dit product is trouwens ook vegan. Misschien wel leuk om te weten. En het is gewoon net wat minder sterk dan een parfum. Ik zag trouwens wel dat er alcohol in zit. Ik had gehoopt dat het er niet in zit. Maar tot nu toe heb ik er zelf nog geen last van ondervonden. Maar ja, ik kijk wel een beetje uit met waar ik het spray. Want ik wil het dus niet te dicht bij mijn gezicht in de buurt hebben. En die gebruik ik dan graag in combinatie met deze Dome. De Fragrance Dome. In dezelfde geur. Maar ook deze is er natuurlijk in meerdere geuren. En dit vind ik ook een heel erg leuk product. Want dat kun je gewoon eventjes zo op je polsen aanbrengen of bijvoorbeeld zo achter je oor. Past ook zo lekker in je tas omdat het klein is. En als je dan eventjes je wil opfrissen, dan heeft ook niet de hele ruimte er last van, omdat jij parfum aan het sprayen bent, want het is gewoon een smeersel. Dus ja, hier ben ik eigenlijk ook wel heel erg fan van. En er zijn dus ook nog andere geuren, mocht je geïnteresseerd zijn. En dan de laatste favoriet is een doucheproduct. Deze is van Kruidvat uit de Nature's Lijn. Die hebben ze laatst helemaal vernieuwd met een heleboel nieuwe producten, die ik ook nog allemaal wil testen, maar deze ben ik nu alvast aan het gebruiken in de douche. Dit is de Refreshing Shower Gel in de geuren Bio-eucalyptus en bio-rosemary. Oftewel eucalyptus en rozemarijn. Oh, het is echt zo'n lekkere, verfrissende kruidengeur waar ik gek op ben. Het is niet te zwaar kruidig, maar echt dat hele, ja, verfrissende, verkwikkende kruidige. Als je een beetje snapt wat ik bedoel. Het is een 99% natuurlijk product. Het is een vegan product. En de fles is gemaakt van gerecycled materiaal. Dus ja, what's not to love. Ze hebben hier trouwens ook shampoos en conditioners en zo van. Maar ja, die heb ik dus nog niet getest. Maar in ieder geval vind ik dit product al heel erg veelbelovend. En zeker nu het zo warm is geweest en zo, is deze echt fantastisch, deze geur. Zo, en dat waren dan al mijn favorieten van dit moment. Ja, ik ben natuurlijk heel veel verschillende producten aan het testen en zo. Laat maar weten of jullie over bijvoorbeeld 2 of 3 maanden weer een keertje zo'n favoriete video zouden willen zien. Mocht jij nou ook een ultieme beauty favoriet hebben, het liefst wel dierproefvrij, laat het dan ook eventjes achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!